Op zondagochtend galmen de klanken van het gezelschap door de Schouwburg in Kuik. Sinds een aantal weken komen de muzikanten van het Vierdaagse Orkest wekelijks bij elkaar om te repeteren. En dat gaat steeds beter. Alles natuurlijk met maar één doel. Tijdens de Vierdaagse de Sterren van de Hemel spelen. Het is een gemêleerd gezelschap dat speciaal voor de Vierdaagse op projectbasis bij elkaar is. Men is zo ontzettend enthousiast, want het is een projectorkest zoals we dat noemen. We beginnen op 1 maart en we eindigen aan het eind van de Vierdaagse week. En het zit hier bijna iedere zondagmorgen helemaal vol. En de sfeer is altijd geweldig. We leven natuurlijk mee op het succes van het hele Vierdaagse gebeuren in Nijmegen. We hebben een soort van een proppersconcert, om zo maar te zeggen. Dus vooral heel veel populaire muziek. Musical muziek hebben we. En dat is een redelijk avondvullend programma. De muzikanten bij elkaar vormen samen een uniek gezelschap. Het leuke is dat het een hele enthousiaste groep is. En ze komen uit de hele regio. Ze spelen een aardig stukje muziek. En het is heel leuk om vanuit dit enthousiasme in de zomeravond buiten, vaak voor een volop plein, een mooi concert te geven. 1, 2 en... Ik denk dat we het enige orkest zijn dat in die weken, dus bijna half Nederlanders al op vakantie, dus altijd in het begin van de grote vakantie, dat we dan nog met een heel harmonieorkest bij elkaar zijn en de optredens verzorgen. De toewijding aan het orkest wordt zeer op prijs gesteld. Ik ben dan al wat meer op leeftijd. Er zitten heel veel jeugdigen bij in het orkest. En dan ochtends hier, 's morgens om 10 uur, zo geconcentreerd bezig te kunnen zijn. Nou, dat is ook al heel uniek. Maar uiteindelijk hoeft er maar één iemand echt tevreden te zijn. Als ik tevreden ben, zijn de mensen ook tevreden. Maar meestal is iedereen zeer content na de hele feestweek, zeg maar.